De 38e Jalsa Salana van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap is zaterdag succesvol afgesloten. Jalsa Salana is een tweedaagse religieuze conventie die jaarlijks wordt georganiseerd door de internationale Ahmadiyya Moslimgemeenschap. Tijdens de bijeenkomsten worden zowel sociaal-maatschappelijke als andere actuele vraagstukken besproken. Dit jaar was het hoofdthema jihad, oftewel streven. Daarnaast voerden het belang van onderwijs en het grondenrechtenvraagstuk de boventoon tijdens de conventie. Samira Ali Sheikh Ali Baks, voorzitter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname, ging in op 20 jaar van terroristische aanslagen met dodelijke afloop die gepleegd worden door onder andere IS en Al-Qaeda. Hij benadrukt dat deze groepen een verkeerde uitleg geven aan het begrip jihad. Ze beweren dat het de fundamentele plicht van een moslim is om oorlog te voeren tegen ongelovigen en tegen de zondaars en hen te doden en te vangen. Als gevolg daarvan blijven Groot-Brittannië en vele niet-moslimnaties onder de donkere onheilspellende wolken van een dreiging van jihadistische aanvallen. In deze dreiging is geen enkele plaats veilig, beste mensen. Geen huis van aanbidding is veilig, zoals we enkele maanden geleden ook zagen. Zelfs de grote moskee in Mekka werd geplot om aangevallen te worden. Beste mensen, op deze aarde is momenteel niemand en ook wel niemand veilig. Zelfs jonge kinderen niet, zoals we onlangs hebben gezien tijdens de bombardementen in Manchester, tijdens een jeugdconcert waar overwegend jonge kinderen aanwezig waren. Miriam Gafurkan Karamatali, secretaris van Stichting Wereldreligiedag Suriname, is voorstander van meer interactie tussen de verschillende religieën in ons land. Dit zal volgens haar zorgen voor meer begrip tussen de bevolkingsgroepen. Gelooft u mij, ieder jaar weer, wanneer ik zit te luisteren naar de verschillende presentaties, zie ik de rode draad die dwars door al die openbaringen heen aan ons heen, door al die openbaringen heen aan ons mensen is gegeven. En dat is helemaal niet vreemd, omdat mijn heilig boek, de Heilige Koran, mij leert dat alle openbaringen van die ene universele bron komen. Van die enige universele schepper die ik Allah noem. Mijn heilig boek leert mij ook dat de Almachtige ons mensen heeft geschapen in naties en volkeren om elkaar beter te leren kennen. De voorzitter van Stichting Wereldreligiedag Suriname, Miriam Gafurkan Karamatali. Ze sprak tijdens de 38e Jalsa Salana. Deze conventie is zaterdag succesvol afgesloten.